uitbreiding van het geboorte-, adoptie- en pleegouderverlof. Vanaf 1 januari 2023 hebben uw werknemers mogelijk meer recht op geboorteverlof, adoptieverlof of pleegouderverlof. Voor u als werkgever wijzigt er echter niets. Daarmee bedoel ik dat u als werkgever alleen nog steeds de eerste 3 kalenderdagen loon dient uit te betalen. Wanneer we de wijzigingen eens even bekijken in een overzicht, dan zien we dat men vanaf 2023 recht heeft op 20 dagen geboorteverlof in plaats van 15. Ook het adoptieverlof en het pleegverlof is gestegen, waarmee ik bedoel dat het bijkomend krediet van 2 weken naar 3 weken gegaan is. Het criterium om na te gaan op hoeveel verlof uw werknemer nu recht heeft, is ook afhankelijk van het soort verlof. Voor het geboorteverlof dient men te kijken naar de geboortedatum. Dus voor alle geboortes vanaf januari zullen dus de 20 dagen geboorteverlof gelden. Voor het adoptieverlof en het pleegverlof wordt er gekeken naar de moment van de aanvraag plus de aanvang van het verlof. Dus de aanvraag en de aanvang van het verlof zullen dienen te gebeuren na 1 januari om recht te hebben op dit verhoogd verlof. Geboorteverlof is een recht voor de vaders en de meeouders. En dit voor geboortes dus vanaf 1 januari 2023 voor 20 dagen. 3 dagen te betalen als klein verlet door de werkgever en 17 dagen zullen uitbetaald worden door het ziekenfonds. Hoe kan men het geboorteverlof opnemen? Men dient het geboorteverlof op te nemen binnen de 4 maanden na de dag van de bevalling. Het geboorteverlof moet niet noodzakelijk in 1 aaneengesloten periode worden opgenomen. Er is wel een verwittigingsplicht voor de werknemer. De werknemer moet de werkgever uiterlijk voor de start van zijn dagtaak laten weten dat hij die dag een dag geboorteverlof wil opnemen. En hij kan dat zowel mondeling als schriftelijk doen. Het adoptieverlof en het pleegouderverlof bestaat uit enerzijds een individueel krediet per adoptieouder of per pleegouder, als anderzijds een bijkomend krediet dat te verdelen is onder de beide adoptieouders of pleegouders. Het individueel krediet bedraagt 6 weken, waarvan dus 3 dagen loon te zijn doorbetalen door de werkgever. Het bijkomend krediet volgt een groeipad. Wat bedoel ik daarmee? Sedert 2019 wordt dit bijkomend krediet, adoptie- of pleegouderverlof, elke 2 jaar opgetrokken met 1 week. Dus voor aanvragen vanaf 1 januari 2023 bedraagt dit bijkomend krediet 3 weken. Op voorwaarde, zoals ik daarnet al zei, dat het aangevraagde adoptieverlof of pleegouderverlof ten vroegste van start gaat op 1 januari 2023. Ook belangrijk is dat het bijkomend krediet, adoptie- en pleegouderverlof, altijd op te nemen is in volle weken. De aanvraag voor adoptie- en pleegouderverlof dient te gebeuren minstens 1 maand voor de opname. De werknemer moet die aanvraag schriftelijk doen. Een kortere termijn overeenkomen met u als werkgever is wel mogelijk. Het adoptieverlof vangt dan aan, verplicht binnen de 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor het pleegouderverlof vangt het aan, verplicht binnen de 12 maanden ook weer na de inschrijving van het kind in het bevolkings- of vreemdelingenregister. De opname van zowel het adoptie- als het pleegouderverlof dient in 1 aaneengesloten periode te gebeuren. De werknemer is echter niet verplicht om het maximaal aantal weken op te nemen. Maar hij moet wel telkens tenminste 1 week opnemen of een veelvoud van 1 week. Krijgt u graag meer informatie over dit onderwerp of blijft u graag op de hoogte van alle nieuwste juridische ontwikkelingen, dan verwijs ik u graag door naar onze website waar u ons opleidingsaanbod kan bekijken.